Jan. We hebben vanmiddag ontzettend lekker in het Flevopark gezeten, in de zon, op het terrasje. We hebben een heel mooi gedicht gemaakt voor iemand die weggaat helaas. Want je vriend van Jan die gaat naar het buitenland. En wat ik eigenlijk zou willen vragen aan de groep is, hoe komen wij in contact met, ze hebben het onderwijs bezig in de deur. Hoe komen we in contact met stakeholders, dus met mensen die wat te zeggen hebben? Dus proberen onder wethouder, maar dat is niet gelukt. En wat gaan we blijven doorgaan met proberen natuurlijk, maar misschien heeft iemand daar straks een idee over. En dat wordt 18 morgen in de gemeenteraad besproken, want zij willen met Amsterdam stappen. Wil toch met NS en ProRail daarover hebben, want NS en ProRail zijn verplicht om voor iedereen, dus dat niet alleen de treinen, maar ook de stations en de haltes in de stad toegankelijk te maken. Oké, dus dat verplichting is. Ja, en ze doen dat ook best wel aardig, maar bijvoorbeeld wat u noemt, het station Muiderpoort. Je hebt dus op de metrolijn, vooral die naar de Gaasperplas en Gein toe. Daar heb je stations, er is ook geen lift, dus dan kan je wel leuk met de metro, maar je komt niet beneden. In 2014 moet het openbaar vervoer toegankelijk zijn, of het treinvervoer. 2040. En ik heb gekeken wat de toegankelijkheid is, en 100% toegankelijkheid betekent niet dat alle stations toegankelijk worden gemaakt. Want ze kunnen ook zeggen dat je gericht investeert op de hoofdstations. En als je gebruik maakt van een kleine station, dan word je geacht naar dat hoofdstation te gaan. Gewoon sowieso discrimineren. Ja. Niemand zegt dat. Niemand durft ook om over te hebben. En je mag ook niet klagen. Als je gaat klagen, dan heb je het gedaan. Nou ja, je moet gewoon doorzetten. Ik denk dat wij ook in deze samenstelling moeten wij ook gewoon kracht bundelen. Nou ja, wij moeten, er zijn ook tegen organisaties die ook mee bezig zijn, onbeperkt als cliëntenbelang. Maar ja, als je kijkt stadsbreed, dan heb je gewoon heel veel. Ja. Wat maar jij kan ook niet betrekken bij mij voor. Nee, zeker 8 jaren. Ik woon, ik woon gewoon in dit stadsdeel ongeveer 30 jaar of meer. Nee, kijk, ik kan wel naar het perron nu om te kijken of iemand uit te zwaaien. Ja. En als ik gewoon wil reizen, dan moet ik gewoon via Amstelstation of helemaal naar het centraal. Maar dan moet je ook regelen.